Zo, tijd voor de nieuwe power-up. En je zag het goed inderdaad, we gaan het namelijk vandaag over Mafia 2 hebben. En misschien ken je deze game wel. Het lijkt een beetje aan de ene kant op GTA, maar dan iets minder vrijheid. En in de Mafia serie, zoals de naam dus al vermoedt, ben je dus lid van de maffia. Mafia 2 is echt een game dat draait om het verhaal. En dat merk je eigenlijk al gelijk aan het begin. De game begint namelijk terwijl je in het leger zit. En na die strijd word je opgewacht door een vriend. En daarmee ga je dus weer terug naar je eigen huis. Die vriend heeft voor valse papieren gezorgd, waardoor jij niet terug hoeft in het leger. Dus ja, zonder werk, je zult toch geld moeten verdienen. En daarom komt hij eigenlijk een beetje in de criminele weg. Nou, meer ga ik gewoon niet spoileren van het verhaal, want die is gewoon veel te episch ervoor. Het komt er gewoon op neer dat je dus gewoon in de maffia gaat. En het grote verschil met GTA is dat dit verhaal echt leidend is. In GTA heb je gewoon de vrijheid om te doen en laten wat je wilt, maar daar word je totaal niet toe gezet in deze game. Want hier heb je toch veel meer de neiging om echt een bepaalde questline te volgen, en dat is dus ook gelijk de hoofdquestline. Het grote verschil met GTA is ook dat dit dus iets minder vrijheid heeft, maar je krijgt er wel veel vettere missies voor terug, vind ik dan. Deze game is nu wel al een tijdje uit, maar ik wou hem toch bespreken. En wat me wel opviel in deze game, was dat je echt enorm veel moet rijden. En aan de ene kant is dat best leuk, want die auto's rijden gewoon heel erg goed in deze game. Maar op een gegeven moment gaat het toch wel een beetje vervelend. Al is de omgeving wel gewoon heel erg mooi, en dat ziet er allemaal gewoon grafisch ook fantastisch uit. En in deze game had je ook gewoon de mogelijkheid om auto's bijvoorbeeld te pimpen. En door het spel heen ga je steeds van tijd naar tijd, dus de auto's zie je ook gewoon veranderen. En dat is gewoon heel vet. En er waren ook gewoon winkeltjes om wapens te kopen bijvoorbeeld, maar ook om bijvoorbeeld kleding te kopen. Niet allemaal zo uitgebreid als in GTA, maar toch, het is er en meer hoef je eigenlijk niet te hebben. De actie was ook gewoon heel vet in deze game. Het voelde allemaal heel erg lekker aan om iemand zo door zijn hoofd te knallen. En bij elk schot wat ik loste, had ik gewoon echt heel veel plezier. Oké, dat klinkt wel heel raar, maar ja, het is toch zo. Naast die epische questline kon je ook gewoon dus gewoon vrij rondrijden. Al word je daar dus wel veel minder toe gezet in deze game. Maar toch, als je je verveelt, je kunt alsnog restaurantjes overvallen, wapenhandelaars overvallen, al heeft hij wel een shotgun. Maar ja, dat kun je wel dus gewoon doen. En dat samen maakte deze game gewoon heel erg vet. En daarom zou ik hem zeker aanraden voor mensen die gewoon op zoek zijn naar een hele, hele goede game met een goed verhaal. En ja, daar is die gewoon echt aan te raden voor. Wel is het jammer dat de questline echt zeer kort is. En nadat je dus de game hebt uitgespeeld, kun je niet gewoon nog lekker rondrijden. Maar toch kun je dan nog altijd DLC's kopen, want die zijn er wel genoeg. Dus wil je nog voor tussendoor even een leuke grote open wereld game met een super vette questline, dan zou ik deze game zeker eens een keer checken. Nou, laat nog even in de reacties weten of jij deze game gespeeld hebt. Geef dan een power-up als je hem leuk vond. Power down als je hem niet leuk vond. Kijk jij uit naar Mafia 3? Laat het weten. En dan check ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe power-up.